Dat is waar, recentelijk moesten we een gedeelte van de mangroves weghalen om een tweede inuitgang te creëren om de sargassum weg te halen. We hebben na 2021 influx hebben we een hele studie gedaan met professionelen op het gebied om uit te zoeken wat de beste mogelijkheden zijn om sargassum weg te halen en de mangroves te beschermen. Dus er werden twee plekken aangewezen en we gingen zelf even kijken wat de mogelijkheden zijn, welke de beste zou zijn. En we moesten de moeilijke beslissing maken dat dit, Punta Calvas, toch de beste plek zou zijn om een nieuwe in- en uitgang te maken. Waarom niet bij Foodies, waar jullie het elke jaar hebben gedaan? Foodies blijft, we blijven Foodies gebruiken, maar we zien toch dat veel mangroves toch doodgaan. Doordat er toch veel sargassum onder die mangroves te liggen komen. En het is een beetje moeilijk om toch bij die mangroves te komen. Dus je moet het toch stoppen voordat het in de mangroves komt. En dat gebeurt hier. Het is door wind, naar verschillende elementen zijn er gekeken. En dit is toch een van de beste plekken. Aangezien ook de mangroves hier best wel jong waren, als je het vergelijkt met de andere plek dat gekozen werd. Dus we hebben daarom gekozen toch voor de jongere mangroven. Het was een moeilijke beslissing, want het is wel een toeristische plek. Een mooie plek. Veel mensen kwamen hier naartoe om gewoon van de natuur te genieten. Maar het was een beetje van, ik offer op een vinger om mijn hele arm te beschermen. Dus het was een beetje moeilijk, maar het is toch in de long run zal het een goede beslissing zijn voor onze mangroves. Zeina, we kunnen nu sluiten toch, zonder te praten over al die mensen die jullie hier helpen. Ja, zeker. We hebben een hele goede team. Onze Marine Park Rangers zijn een heel goed werk aan het doen. Elke dag zijn ze hier. Ze komen hier vanaf 6:30 om te kijken wat de influx van de dag is. En daarna komen ze weer terug om te helpen schoonmaken. En we hebben een hele groep volunteers die ook hier komt en ons helpt. We hebben een WhatsApp groep. Die WhatsApp groep kan je gewoon even klikken op onze social media, zie je de WhatsApp groep. Als je deelneemt van de WhatsApp groep, krijg je meteen te weten waar we zitten, wanneer we daar zitten, tot hoe lang we daar zitten, zodat je kan komen helpen. Hoe staat het met de situatie hier in Sorbonne? Sorbonne is oké. De meeste sargassum zit aan dit kant, dus hier bij Punta Calvas of bij Foodies. Vandaag is het best wel veel hier bij Punta Calvas, wat minder in Foodies. Maar er zijn wel plekken, want het drijft gewoon, dus er zijn wel plekken aangekomen bij Sorbonne, bij de andere kant bij de beachclubs. Maar de meeste zitten toch hier.